pitten in mijn anti-kraak osso, samen met Sef. Ja, man. Tosties. Tosties. Nu rij ik hoog, race die koos, ik ben in mijn kroon. Ligger ik schrijf, we trappen het kroos, licht in die shows, bedrag die is hoog. Ga naar mijn gram, kijk wie ik ben, ik heb gepost. Met een babystack richting Dominica. Je moet er tussenuit als je voor haters, voor haters. Jij zoekt je uit als je met ladies bent. Ik zoek mijn soort, ben met een little pen. Money talk is wat ik understand. 10 doezels sla ik als ik focus ben. Oosh. Alias 7, kom maar de trap, ze noemen mij F. Ik was in West, ik kom uit die flat, nu is het budget. Want ik denk aan bed, heb ik niet verdiend, kan ik niet naar toe. Of je nou feest of niet beweegt, de club coming up zit er middenin. Wat zeggen, Jonna Frezen, ik heb meteen eventjes een fragmentje. Even zo'n mes, want ik heb vast, ik heb op mijn stek, ik ren naar de kast. Ja, ja, ja. Eerst was ik broke, we dronken die stroom, dat was die mo. Nu rij ik hoog, race die goals, ik ben in mijn kroon. Ringer ik schrijf, we trappen het kroos, licht in die shows, bedrag die is hoog. Ga naar mijn gram, kijk wie ik ben, ik heb gepost. Oké, okay, deze track, voor mij klinkt het alsof hij wel gewoon echt iedereen in de studio samen geschreven, opgenomen, alles en iedereen bij elkaar. Het is niet heen en weer sturen van pokoe. Hoe is het allemaal gebeurd en tot stand gekomen? Ja man, was een heerlijke vibe. Was tijdens mijn schrijverskamp een keer, waarom met Itje en Seven, en hebben gewoon met z'n drieën gekikt. Samen met Rivers ook. En die vibe was gewoon goed. Iedereen was een beetje... Er waren twee studio's, dus iedereen ging een beetje heen en weer. Mm-hmm. En ja, zo is die track gewoon ontstaan, man. Wie kwam met die hele Life is a Mess line? Wie kwam daar mee? Spit ik het? Ik hem, man. Ja, ja? Ja, man. Het is wel een redelijk duidelijke regel, toch? In hoeverre is dat voor jou nu nog steeds gaande, Life is a Mess? Nee, niet Life is a Mess. Life was a Mess. Life was a Mess? Ja, man. En ik weet, ik ben met Jonna geweest sinds voordat we allebei bekend waren. Ja. Dus ik weet dat zijn life ook een mes was. We waren op zijn schrijverskamp, je weet toch? Dus ja. En samen op het moment dat ik met iemand samenwerk, je weet toch, meestal weet ik wel wat van diegene. Dus ik weet ook welke kant ik op kan gaan. Mm-hmm. En ik ben gewoon deze kant op gegaan. Maar we zijn gewoon met z'n tweeën opgekomen van niks eigenlijk, man. Zwart rijden met de trein om pokkels te kunnen maken, je weet toch. Pitten in mijn anti-kraak osso, samen met Sef. Ja, man. Tosties. Tosties. We hebben niks gemeen, no. It is a different way, ben op a different lane, yo, yo. Sef is ook in de building, surprise, surprise, ja, bezoekje. Ja, surprise, surprise. Sef, hoeveel steun heb jij bijvoorbeeld aan Hef, die nu ook een rol speelt bij Top Notch Noah's Ark? Bro, alles, man. Al voordat hij een rol speelde bij Top Notch Noah's Ark, Hef is voor mij gewoon, je weet toch... Maak me niet emotioneel. Jawel. Laat die man praten, maar. Ik heb geen bril bij. Pak even die plangen van Jonna. Wil je die facetje, hè? Nee, man, bro. Maar gewoon serieus. Je weet toch, in de tijden dat ik toch nog erover nadacht om domme shit te doen. Ik had niet per se heel veel contact met Hef. Maar Hef kwam toch altijd wel op de juiste momenten bij mij langs om shit tegen mij te zeggen. Al was ik het op dat moment niet met hem eens. Maar daarna ging ik toch wel erover nadenken. Van misschien heeft die denk ik het toch gelijk. Hef, is dat ook iets waar je... Dat ik heel veel, man. Was dat ook iets waar je op die tijd bewust van was? Dat je die rol speelde in Seven? Zijn levensloop eigenlijk? Ja, het was de enige rol die ik kon spelen voor mijn gevoel, man. Van, ik zag gewoon mezelf. Ik zag vooral heel veel van mezelf in hem. En ja, weet je toch? Ik zag gewoon dat hij aan het begonnen was met een boek die ik eigenlijk al had uitgelezen. En ik kon hem gewoon vertellen van oké, deze hoofdstuk moet je letten op dit. Deze hoofdstuk moet je letten op dat. En het voelde voor mij gewoon als een plicht, man. Ik weet niet, man. Het voelde gewoon als, sinds de eerste keer dat ik deze nigger gezien heb... Was het gewoon alsof ik een soort van alsof mijn vader vreemd was gegaan ergens. Je weet het, man. Snap je? Ik denk zeg maar hetzelfde gevoel wat Hef zeg maar bij mij had. Heb ik nu bij Lucas en Bok en Mensa, je weet toch, al die boys van One ook, dat gewoon mijn plicht is, omdat ik die shit art meegemaakt en het weet. Ja. Je weet toch, de ins en outs gewoon aan hun mee te geven, man. Ja. En je hebt een mooie mentor daarin gehad dan. Ja, zeker, man.